er uh, is geen vaste positie denk ik waarop Zo. een beweging is telling, efficiënt he? is zeg maar. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, Middle man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens Tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer fietsen met een bikefit. Zinvol of onzin? Uren op de fiets zitten kan helaas voor allerlei pijntjes zorgen. Horen die er gewoon bij of is je fiets misschien niet goed afgesteld? Hoe weet je of je het maximale uit je benen haalt op de fiets? Is een bikefit hier een oplossing voor en hoe werkt zoiets precies? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, goedemorgen. Goedemorgen. Deze aflevering komt uit op vrijdag 1 maart. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij hem nu luistert als luisteraar. Maar als dat meteen deze vrijdag is, betekent het dat we je misschien wel morgen gaan zien in. Driebergen. Driebergen, ja. De Driebergenloop, prachtige groene loop, 6, 12 of 21 kilometer rondom de bossen van Driebergen. Of in ja. en rond de bossen van Driebergen. En uh, we hebben daar een clubevenement van gemaakt. En uh, al meer dan twintig uh, uh, luisteraars hebben in ieder geval bij Stra op Strava in onze club gezegd, ik ben erbij. Ja, gezien we elkaar denk ik. Bij het, uh... Op het plein. Het grote bos, hè. Ja, ja het grote het bos. Uh, ja, ja leuk. leuk. Ja. Ben je er klaar voor? Halve marathon? Uiteindelijk moet ik uh, 14 april klaar zijn. Maar uh, ja, ja dat is jouw zeker. road to Rotterdam. Uh, ja. uh, wat is het plan voor morgen? Heb je, heb je extra gerust of ben je gewoon keihard doorgetraind deze week? Uh, gewoon doorgetraind. Kijk, keihard doortrainen, dat doen we al lang niet meer nee, in nee, mijn leeftijd. Precies. Maar uh, gewoon je doorgetraind. Rust, rustig. Ja. ziet het rustig, toch als een uh, ja, leuk trainingsmomentje. Ja, um, ik ga misschien wel op de fiets morgen naar Driebergen. Ah, oké. Okay. Zeg, misschien. Ja, ik wil, ik wil even. En neem je hem dan mee? Ja. Uh, tijdens uh, op je rug of zo. Ja, ja nou, tijdens let, de klas. Let, let op. Kijk eens op YouTube, ja. luisteraars. Ik wil jullie even wat laten horen. Ik dacht dat je hem voor mij had meegenomen. Een leuk cadeautje. Dit keer geen schoenen, maar een fiets. Hou vast, die fiets. Hou vast. Dan moeten we even. Dit geluid gaat op mom. Dat klinkt goed, hè? En, 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 en dit. Ja, puur carbon. Uh, kijk eens op YouTube. Uh, Zien we hier staan? Ik heb uh, een nieuwe uh, racemonster. Na 10.000 kilometer op de goedkope marktplaatsen uh, dacht ik: uh, we gaan eens even next level. Ja. Er staat hier een uh, prachtige full carbon, ongesponsorde Canyon. Arrow Road CFSL het 2021 model uh, schijfremmetjes erop nog niet elektrisch schakelen vond ik belangrijk want ik denk uh, ik wil niet nog iets wat ik moet opladen zal je net zien als je op zo'n lange tocht dat hoor je wel eens hè? dat ja, je dat dat moe is, bent is en dat de enige dan klacht de, van de, de mensen die gebruiken ja dus uh, mechanisch schakelen en uh, nou ja uh, twee keer het budget wat ik <laughs> voorheen uitgaf aan een wielremfiets ja en de vraag is: uh, past hij mij? Ja, nee, Oftewel, zeker. Een mooi ding. Een ja. bikefit. Zinvol voor ons. Ik doe zet me, hem even weg. Do, doe, doe me even denken aan Spoorlabs Doc, De aflevering met, ja. uh, van Vleuten. Zetten we in de show notes. Ja, dan, uh, dan ga ik daar met Gregory lopen wij bij de fiets van Vleuten. De tijdritfiets. Nou, die is uh, hier erg verrijkbaar. En dan spreken we ons uit over alle aerodynamische snufjes die hier te zien zijn: het lichte materiaal, het carbon en hoe mooi alles weggewerkt is en zo. Dus, ja, wel... Dat gaan we nu niet doen, trouwens. Hij is wel erro, hè? Ja, hij is, hij is zeker erro. <laughs> maar is hij daarmee comfortabel, hè? Ga je er geen pijntjes op hebben als je er lange tijd op zit? En, uh, en hoe moet je hem afstellen, Gerrit? Heb je daar eens over nagedacht? Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. <laughs> ik, uh, ik heb in mijn leven wel eens een uh, bikefit gedaan. En ik heb er een vreselijk moeilijke verhouding mee. Ja. Laten we het een, een haat-liefde verhouding noemen. Uh, dat komt uh, vanwege het volgende. Je, je betaalt daar serieus geld voor. Een aantal honderden euro's. Of ja. het nou 200, 250 of 400 euro is. Uh, je wordt daar in de handen gebracht van een expert. Ik ook hoor. De, de, die man die dat deed, die was tezakenkundig. Uh, die wist ontzettend goed waar hij het over had. Maar toen ik daar was, begreep ik pas de Catch-22. Want <laughs> eigenlijk wil je natuurlijk dat er vastgesteld wordt dat jouw fiets precies goed is afgesteld. Ja. Maar ja. Als hij dat vaststelt, dan heb je in feite nee, 200, precies. 300 euro weggeflikkerd. Ja. Want daar had je ja. niet naartoe gehoeven. Dus je wil eigenlijk <laughs> echt dat hij wat vindt. Ja. Je, nou, je zadel moet wat omhoog. mogen ja. Maar dan gaat hij opeens allerlei materialen aan die fiets. Ik moest een langere stuurpen. Ah, ik moest okay. zoutjes in mijn ja. schoenen. Ah, ik moest. Ik zei, ja, daar ik had je om gevraagd. Ik moest geloof ik, Oh ja, een nou, ander zadel kreeg ja. ik ook. Ah. Dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja. Ja, en toen voelde ik me verneukt. dacht ik, ja. ja, godsamme. En, en ja, niet verneukt door deze klaar, bikefitter. Ben je, niet, je bent niet klaar met alleen de meting. Of nee. zo, dan moet nou, van alles aangepast en het is, worden. Als en, je dus uh, wel klaar was met ja. alleen de meting. had je net zo goed niet ja. Ja. Nou, En Daar da, 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 da kreeg ik een kortsluiting van. Nogmaals, dat is niet een verwijt naar nee, deze bikefitter. Maar da, da, is die goed, deed dat heel goed. Goed om een aflevering daar toch aan, aan te wijten. En dan met name vanuit de wetenschap is hier onderzoek naar gedaan. Wat, ja, want dat, dat was mijn de... volgende vraag. Maar die, kijken we naar. Toen jij dit agendeerde, dacht ik: hallo, we hebben het wel eens gehad over kunnen we iets zeggen over yoga. Toen ja. Ja, 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 yoga, <laughs> dat kun je niet onderzoeken, want wat is yoga? <laughs> en vervolgens ja. uh, zeg ik Goed nu tegen jou, wat is een bikefit dan? Ja. En hoe kun je dat Die, wetenschappelijk... Zoals uh, ik het begrijp, want ik heb er nog nooit een gehad voor mijn fiets. Maar heb je ze in soort en mate. Want het ging bijvoorbeeld los op de UHTT-app, uh, waarin ja. iemand vroeg een... Iemand een goede, kent iemand een goede bikefitter? Afkorting, wel... UHTT, Utrechtse Heuvelrucht Triathlon ja. Team is onze triathlonvereniging. En er kwamen ja. toch zes verschillende bikefitters langs, zeg maar. Je moet naar die, je moet naar zus, je moet zo. En toen zei iemand, ja, je moet wel dynamisch en niet statisch. En je moet misschien 3D en niet 2D. Nou, geeft het al aan, er zijn hele verschillende manieren van bikefit. Dus volgens mij is er niet één bikefit. Fits all, uh, bike fits all of zo. So. <laughs> One bike fits all. Yeah. Uh, dus ik ga vooral, daar gaan we vooral niet op in van welke systemen is hij nou beter dan andere. Daar heb ik me ook totaal niet in verdiept. Nee. Maar meer in, ja, maar wat, wat valt er eigenlijk af te stellen? Wat, wat, ja, welke ho hoeken zijn belangrijk of zijn onderzocht? Zijn alle hoeken van gewrichten? Ja, zijn alle van, van de gewrichten gaat het dan om. Ja. Uh, wat betreft blessures, effectiviteit. Ja, uh, ja dat, dat is. Denk ik, mijn, uh, mijn insteek voor vandaag. En uiteindelijk, ja, wat je uh, toch de afweging van moet je het wel of niet doen, dat hangt ook van het prijskaartje af. Van, ja, wil, ja. wil je het ja. gaan uitgeven? Ja. Voor, nee, dus even voor wat de het belofte We leveren. gaan uh, op zoek ja. naar het antwoord op de vraag: wat is een bike fit en waar kijken ze dan ja. naar? Een beetje basiskennis. Mm -hmm. Nou, dan wat is volgens de wetenschap. De optimale kniehoek, om ja. maar eens een gewricht te noemen. Hoe zit het met andere gewrichten? Zoals je enkel, je heup, je schouder, je elleboog. Dan gaan we aan het einde van de aflevering met Guido Vroemen ook eens even op zoek. Oké, okay. als we dan goed begrijpen wat die bikefit is. Voor wie is dat dan zinvol en onzin? Of misschien voor iedereen? Nou, dat zit vast genuanceerd. En Cliffhanger, clubgenoot van ons bij de UATT, heeft ook een heel mooi. Vele malen goedkoper, ja. kan wel zeggen tien keer goedkoper uh, uh, optie. Die wij volledig ongesponsord, maar wel bevriend ook met je zullen delen. En verder in deze aflevering, natuurlijk, vrienden van de show in het zonnetje en onze nieuwe rubriek: sneller ja. door slimmer presteren. Maar Leuk. dat allemaal straks. Ja. Laten we bij de basis beginnen, Jurgen. Jij zegt al: uh, ik heb het nog nooit zelf meegemaakt. Nou, ik dus wel. Ja. Je gaat met je fiets naar iemand met een hok en die begint. Met een soort van je hele lichaam uh, te voelen en te meten en, en te bepalen. Hoe lang was je bezig zo? Uh, u... nou, ik had toen een combi-deal. Dus ja. ik had uh, zowel voor mijn wielrenfiets, triathlonfiets oh, en ja. mountainbike uh, had ik bij me. Dus dat duurde ja. best wel even. Um, maar ja, laten we zeggen, maar, een uurtje of zo. Inderdaad, meten is, is je lengte, lengte binnen Ja, Dus je begint benen, met je lichaam te verkennen. Ja. En uh, uh, wat, wat zijn de afmetingen, maar ook hoe, hoe lenig ben ja, je? Ja. Wat zijn uh, de maximaal? Dan word je zo dubbel gevouwen en uh, nou, ja, zitten er ergens pijntjes, dus, uh, weet ik het ja, allemaal. Ja. En in mijn geval, en jij zegt al verschillende technieken, weet ik dus niet, maar werd ik uiteindelijk. O, werd ik op een meetfiets gezet of op mijn eigen fiets? Volgens mij op mijn eigen. Nee, ik werd op mijn eigen fiets gezet. En met een meetfiets bedoel ik. Je hebt van die dynamische apparaten. Hè, waar ze zo al die uh, dingen kunnen zien. Nee, ik werd op mijn eigen fiets. Ja voor een wandje gezet oh ja. met allemaal meetstreepjes oh, en daar ding. ging hij dan uh, in eerste instantie een, een, een before foto maken en dan ging hij dan met lijntjes op zijn iPad kon hij dan de hoeken zien en vervolgens heeft hij allerlei dingen gesleuteld of heeft hij maar op een Moest jij het, was je niet aan het fietsen toen stilstaand met jouw trapper omlaag want dat is dan de statische meting ik heb wel, ik heb wel je hebt de meting hij, hij doet ja. het meten met de lijntjes uiteindelijk op een frame ja. Ja. in die uh, ja. Ja. In, in die video ja, ja. ja. Dus dat is dan weer staan. Ja, nee. Dat dus is... dat heb ik beleefd. En daar kwamen dan adviezen uit. En wat ik ja. zei, uh, ik moest een langere stuurpen. En ik moest, een, uh, ik moest zoltjes in mijn schoenen. Want ik, uh, ja, nah, nah, langzaam ja, kort. Dat kan allemaal. Dat, dat kan ja. allemaal. En ja. uh, mijn zadel, ik moest een nieuw zadel. En, nou, en inderdaad, zadelhoogte heeft hij bepaald. De voorachter op het ja. zadel heeft hij natuurlijk bepaald. Uh, de stuur. Ja, dat zijn een beetje vrijheidsgraden. Hè? De, ja. de, de zadelhoogte, dat is in ieder geval uh, een ding. En dat is het ook het meest onderzochte. Ja. En dan heb je inderdaad. Van de stuurhoogte, eigenlijk ten opzichte van de zadelhoogte. Nou, de afstand tussen zadel en stuur. Ja. Die reach. En dan heb je, dus de andere was die de drop. Ja. En dan eigenlijk de parameters waar je nog kan kijken, is volgens mij de, de, de voorkant van het zadel ten opzichte van jouw trapas. Van jouw racket iets naar achteren. En jou, jouw vraag was: heb ik nou voor de aanschaf van deze nieuwe ja. fiets een bikefit gedaan? Nee. Maar wat ik wel heb gedaan, is dat ik die de, de, het rapport van ah, die vorige bike, heb je er even bij ja. heb gepakt en heb gekeken naar die specifieke afstanden tussen inderdaad de, 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 de as, trapas en ja. zadel, en de reach tussen het middenpunt van de zadel en het Precies. stuur. Ja. En uh, gekeken of dat ongeveer hetzelfde was. Ja. Want zei toen iemand: In mijn als als dat ongeveer klopt, dan zit je daar hetzelfde op ja. en dan komt het wel goed. Nou, want jij... ja, goed. In mijn tijd was het nog allemaal dat je uh, maten kocht: 54, 55, 7, 8. Ja, daar begint het natuurlijk mee. Dus de ja, maar maand. volgens mij heb je tegenwoordig gewoon SM. Ja, dat L? en L. Ja, ja, dat zijn de maten. Ja. Dat, dat, uh, ik en ik me val me al, dus. met mijn lengte van 1,80 er net een beetje tussenin. Ja. Dus bijvoorbeeld heb mijn, mijn triathlonfiets ja. is een M. Ja. Maar ja, dat past dan allemaal maar net. En uh, een L, dat is geloof ik deze, maar dat, dat kan dan met dit ding ja. wel. Dus, uh, nou ja, maar even naar de wetenschap. Dan. Ja. Wat, wat definieert de. Nee. Als ja. jij op zoek gaat naar een wetenschappelijk artikel over bikefitting. Wat, wat ja, gebruiken ik, ze daar als definitie? Nou, Waar zoek je dan nee, naar? Nee, dat is de kinematics meer kom je uit. Eerst even als ik, ik ging toetsen op PubMed, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn encyclopedie van alle wetenschappelijke artikelen, kan ik daar vinden. En je toetsen in bikefitting, nou, dan krijg je iets van tien hits. Ja. En dan ga je eens goed kijken, dan blijven er maar echt heel weinig over. Dat en zijn dus papers waar het woord bikefit in ja, voorkomt. Ja. En dan gaat het echt specifiek om studies waarbij ze een groep mensen, mountainbikers, ik heb ze even opgezocht. Het zijn best wel recente studies, Braziliaanse studies. Nou, okay. In niet de al te, al te beste uh, aangeschreven tijdschriften. Heel simpel eigenlijk opgezet, hebben ze ook een groep mountainbikers gingen erom. Die hebben ze een, een uh, met hun mountainbike naar een bikefit uh, te laten komen. Ja. Nou. Uh, paar dingen wel. Ze moesten, het waren recreatieanten, Rick, Rick maar ze fietsten drie keer per week. En ze moesten wel al wel wat pijntjes hebben. Ah. Want anders ja, dan valt er niks te halen, zullen we zeggen. Want nou, het ging buur om, om, om dit, dit ging is, om dit pijn, comfort en uh, vermoeidheid. En zou ik zeggen, toch? Ja. Die werd hier niet ingenomen. Dus Wat ik wou zeggen, dat is een ja, van de... Ik had geen pijn toen ik ging nee. bikefitten. Maar ik dacht, ik wil ja, mijn fiets zo so optimaal ja, afgesteld Effectief hebben. eigenlijk wil jij gewoon... Uh, uh, ja, je kracht omzetten. Uh, ja. Of ja. jouw, jouw mechanische energie. Of jouw metabolen energie omzetten in mechanische energie. Exact. En uh, eventueel dus nog is, aero of, uh, ja, of, of, of klachten voorkomen. Eff puur ja. efficiëntie. Daar gaat het ja. om. En daar kan je natuurlijk... Ja, dat heeft te maken met, ja, kan je voorstellen, die, de, 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 de beenspieren, ja. die moeten daar dan op de optimale lengte staan. En we hadden het al uh, over natuurlijk vorige keer Matthias Verstralen hè. Ja. Die, uh, die opereren natuurlijk in een bepaald uh, bereik, die spieren. En dan ook afhankelijk van hoe snel ze moeten samentrekken, et cetera. Nou, dat kan je goed voorstellen. En je, je weet het gewoon: als jij je zadel te laag hebt, dat zit niet lekker één. Maar je trapt ook lang niet zo efficiënt. Toch, je kan geen kracht leveren. Nee, want je hebt eigenlijk een stuk been over. Ja. Wat je niet gebruikt. Precies. Ja. En andersom, als je zadel te hoog is, ja. dan ervaar je ook van dat je minder kracht kan leveren. Of zo. Dat geeft ja. maar aan die kracht-lengte-relatie. Ja, natuurlijk is die van belang. Um, nou, wat heeft de, de wetenschap. Oh ja, ik was nog even bezig met die Braziliaanse studies. Ja, die. die... Hij laat dan wel een tabel zien van wat in hun ogen optimale hoeken zijn, en die hebben echt. Want dat is tegenwoordig met zo'n 3 d mm. Het gaat niet alleen om kniehoek hè. en enkelhoek, dat snap je ook, maar heuphoek, snap mm. je, elleboog, mm. schouder, rug vooral. Uh, nee, daar ja. En, uh, ja. Uit mijn bikefit, als ik keek, want dan rug, kon ik optisch ja. echt wel zien wat hij veranderde, met name op mijn tijdritfiets. Het verschil. Tussen de before-foto en de na-foto, ja. en dat had dan natuurlijk te maken met die verlengde stuurpen, ja. was dat ik inderdaad wat met een bolle rug Bolliger. zat, omdat de frame in feite dus iets ja. te klein was. En door dat wat naar voren te verlengen, kwam ik eigenlijk eenvoudiger platter te liggen, met als effect dat ik in mijn tijdrit houding op mijn fiets makkelijker naar voren ja. kon kijken. Maar dan heb je dus eigenlijk dus dat, wat ik noemde, was puur. Uh, mechanische efficiëntie. Ja. Van uh, kan ik uh, ja, ho hoe kan ik zoveel mogelijk kracht overbrengen ja, ja en vermogen dus leveren vanuit dezelfde pot energie die ik nou eenmaal in mijn lichaam ja, heb en toen ging ik het hebben over een tijdritfiets en aerodynamiek. en de tweede is natuurlijk ja, aerodys, dus daar kunnen ze meenemen maar die ja. twee botsen vaak hè, ja. van, uh, want dat is wel want de ik, meest aerodynamische houding is vaak niet de beste nee, voor het klopt. energie. klopt en dat is een beetje ja een beetje tegen elkaar afzetten van durf je het aan om iets ja iets minder efficiënt te zijn uh, minder efficiënt kunnen trappen. Maar, daar, maar wel veel aerodynamischer. Want ja. dat levert uiteindelijk meer op. Dus dat kan je ook meenemen. En mijn vraag, ik weet niet wel of bikefitters... dat standaard, waar die voor kiezen... De bikefit studies die ik gevonden heb. Waar ik dus even. Die was die studie. Ging puur om comfort. Want dat is een andere. Ja. Denk ik. Waarvoor je naar een bikefit gaat. Zit je lekker op je ja, fiets? Mensen ja. Mensen die hebben pijntjes. Nou, ik heb altijd pijn. Een beetje in mijn, uh, in mijn, in mijn nek. Zeg inderdaad. Je nou altijd? Uh, na uren op de fiets. Ja. Maar die heb ik ook. als Welke ik, fiets, wielrennerfiets, maat te maken. Uh, gewoon uh, allebei. Maar die heb ik ook. Als ik uren achter mijn bureau zit. Of noem maar op. Ja, ja. Dus, en, en wat ik dan doe. Dan ga je. Uh, Even uit het zadel, even veranderen van positie. Je kan natuurlijk best wel wat. En daar kom je dan denk ik iets van. Ja, je zit. Iedereen zegt van ja, maar je zit zo vastgeklonken op de fiets. Ja, dat is in hun benen als je klikpedalen hebt. Maar je hebt nog best wel wat vrijheidsgraden om op het zadel naar voren en naar achter te schuiven. En met je name handen, ook met je handen uh, op het stuur, onder in de beugels, op je shift. Je kan staand, ja, noem maar op. Je kan alle en, kanten op. En los daarvan kan ik met een rechterrug of een bolle rug. En ik kan mijn nek omhoog, omlaag, links, rechts. Nou, nu raak je en, iets. En, en dan nog één. Uh, wat denk je van je enkel? ja, He, Want je kan precies. je zamelhoofden ja, verstellen, ja. Maar, maar je pedaal is ook flexibel. Ja, dus het ja. maakt nogal uit wat ik met mijn enkelgevricht doe, over hoe lang mijn been wordt. Ja, en dat geeft aan, de, dus er zit behoorlijk wat vrije... Ja, je gaat over van een labsituatie waar je toch kijkt naar vaststaande hoeken. Ja, er zit altijd wel een range in, die, mm, ook in die tabel mm, van die Brazilianen. Mm. Ten opzichte van de praktijk. Nou, komen De Die Brazilianen, ja, dat zijn hele... Eigenlijk denk ik, jezus... Wat een... Conclusie van die studie? Ja, zeker. Want uh, ze hadden een groep gedaan... Uh, die hadden ze gelaten... Gebikefit hun... Uh, <laughs> ja. En de andere groep had ze een papiertje gegeven... Van uh, ja, wat de optimale uh, houding, fietspositie zou moeten zijn. Zo van, zoek het zelf maar uit. Ze ja. hadden dezelfde kennis. En ja. dan uh, na twee weken... Uh, voor en na, na twee weken gekeken... En dan verrek degene met die bikefit... Die hadden uh, en minder pijn. Ze moesten een beetje aanwijzen. Uh, verschillende locaties. Heup of, of schouder of nek. Mm -hmm. Noem maar op. Mm -hmm. uh, minder pijn, meer comfort, minder vermoeidheid. Hey. Twee weken slechts. Hè? Als ik bikefitter zou zijn. Ja. Zou ik deze studie op mijn site zetten? Ja. Zeggen, kijk, wetenschappelijk aangetoond. Bikefitting is zinvol. En uh, weet je wat wel grappig is? De, ze, ze melden nergens van wat ze nou daadwerkelijk. Of ze iets veranderd hadden. Wat ze veranderd hadden. Want ben ik eigenlijk benieuwd. In hoeverre. Ja, waar gaan dan bestaande mountainbikes? Bikers de mist in wat doen ze niet goed zeg ja, maar ja, ja. en Zat hebben in ze die inderdaad ja ze, ze gaat het om centimeters of hebben ze daadwerkelijk hele stuurpennen vervangen nou daar ja. hoor je niks van nee, maar en dat... ik zou die die andere die controlegroep die zou ik geen papiertje meegeven die zou ik ook een bike fit laten maar uiteindelijk Verkeerd. niks niets doen Oh ja, dat kan of, ook. Of ja, en de ja, derde ja. groep het juist verkeerd doen. Verkeerd bikefit. Ja. Nou, want, want wat jij zegt over die vrijheidsgraden. Dat is precies wat mij daar ook tegen stond in dat lab. We zitten daar te mierenneuken <laughs> ja. letterlijk op millimeters. Ja. En dan denk ik: ja. Maar maakt een. Kijk, centimeters ja. kan ik me niet van voorstellen. Maar maak er nou een paar millimeters uit. Want als ik een keer ga verzitten. Ja, ja, of ja, ik trap een keer mijn enkel uit. Of ik zet een keer mijn handen anders op het stuur. Ja. En, en denk ook nog even richting ons uh, ASM-uitstapjes. Differentieel leren heb je dan over. Nou, er was een aflevering daarover met, met die Wolfgang Schulhorn. Die ja. uitgebreid gekeken heeft naar bewegingen. Bijvoorbeeld van. Top discuswerpers. Maar man, ja, of men, uh, serveerders, het. Ja. Uh, of uh, in het tennis, de service. Serveerders, Jezus. Wat zijn we En dan opens, ja, opens <laughs> inderdaad. Die serveerders. Ja, nee. je bedoelt. Hij keek Top naar tennissers. de service in ja, de tennis. Ja. Allerlei bewegingen. En als je die mini-cheus dan ontleedt. en her, bij herhaling gaat kijken naar uh, hoe ze het precies doen. dan is geen enkele beweging namelijk hetzelfde. Nee. En, dat is en hoe vertaal je dat dan naar zo'n fiets? Want daar is wel heel veel hetzelfde. Ja, dat, dat denk Die fiets is keihard, lekker stijf. Kabon. Ja, oké, okay, maar je gaat uiteindelijk ga je toch net een millimeter naar voren zitten ja, of dat naar achteren? Je. Ja, ja, ja. Je beweegt en, toch ook wat dynamisch ja, op die fiets. En dan kom ik ook nog op. De, afhankelijk van de intensiteit waarop je fiets, ga je min of meer, meer, of minder bewegen. Kortom, er is geen, ja, er is geen vaste positie denk ik, waarop Zo. een beweging Dit is een stelling, efficiënt hè? is, zeg maar. Jurgen van ja. Tevelen. Oh, we hebben een beweging efficiënt. Maar jij ja. zegt dus ook, er is geen vaste positie op je fiets. Want als dat ons ja. vertrekpunt ja. is, ja. Ja, dan, dan weet ik het al wel. Ja. Dan gooi je de bike fit maar uit het raam. Ja. Want die veronderstelt dat ja. er een soort optimale positionering ja, is. Ja, optimale, maar denk ik wel met wat vrijheidsgraden. Het gaat volgens mij dan meer om bij de bike dus dat je niet voorbij die range moet gaan zitten. Ja, ja. Dat wil niet zeggen dat er geen foute positie is waarbij je echt de mist in kan gaan wat betreft comfort wat betreft efficiëntie daar en geloof dus ik dus wat echt betreft in. pijn ja. ja Alleen de vraag is nog steeds ja, kom je daar niet vanzelf kun je daar niet vanzelf achter komen door ja, te gaan heb, fietsen. Heb, hebben, hebben we daar een dure professional En bij van te stellen nodig? want ja. ik ook ik zit af en toe mijn zadel iets te veranderen, iets omhoog, iets omlaag. Ja, waarom ja, doe ik dat? ik dus niet Jurgen. Ja. Ik heb alles wat die man ja? toen gemeten heeft, heb ik met stickertjes afgeplakt okay. en ja. uh, daar mag nooit meer iemand aankomen. Nee, ja, ik ben geen uh, nou, ik herinner me die aflevering uh, of documentaire Oortje Jumbo Visma dat die dat laatste jaar van Tom Dumoulin. dat mm -hmm. die die mechaniciens helemaal gek werden van Tom omdat hij dan tijdens de race ja dan hingen ze weer uit het raam. Volgens mij moet mijn zadel echt... Ik uh, kan hier weer iets omhoog. En dan zag je, dan heb je hem weer. En uiteindelijk deze volgens mij helemaal niks. Deze niks nee. Dus dat was ook een uitstraling van onzekerheid. Van uh, ja, goed, de, mijn fiets is niet, niet best. Dus dat, dat heb je dan wel. Het is niet zo dat ik na elke rit aan mijn fiets zit te sleutelen. Maar ik vind het af en toe niet verkeerd om eens even het kijk, 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 zadel kijk, kijk, iets naar voren te zetten. Maar iets dan naar achteren. krijg je dus placebo effect. Ja. Het komt, uh, lijkt ja. het wel oh, steeds ja. vaker langs. Ik heb natuurlijk zoiets. Ja, wacht even. Oké, okay, ik voel me dan een beetje genaaid. Ik heb er veel geld aan ja. uitgegeven. Maar, en ik ga het nog een keer zeggen, want ik gebruik het derde keer weer het woord genaaid. Nee. Niet door de bikefitter, hè? Nee. Maar door het concept. Door ja. mijzelf ja. ben ik ja, genaaid. Ja, dat moeten we denk ik. Maar daarmee uh, heb ik dus wel uh, placebo nu dat ik ja. denk: hé, hey, mijn fiets is tip-top afgesteld. En dat is in, in die Braziliaanse studie wellicht. Speelt dat gewoon een rol. Tuurlijk. Als, als, je, je bent aan een uur geweest en je komt. Uh, en er is een bikefitter in geweest. Ja, je vindt dat. Maar ja. goed, laten we maar eens even. Dat is een stukje wetenschap waarin bike fitting gebruikt wordt, maar dat ja, ja, dus normaal afspellen. Ja, dan moet je eigenlijk kijken van en na vier weken, en na vier maanden, en na een jaar, hoe zit het dan? En moet je dan misschien na een jaar weer terugkomen, want jouw lichaam verandert ook met het ouder worden, nou, met hallo, het trainen. Als middelere man in Lika nou ja. denk ik toch dat dat meevalt. Oké, okay, we gaan maar eens even naar de wetenschap 1994, want toen kwam Holmes en die wordt nog heel vaak aangehaald. Die ging met een groep wielrenners eens kijken. En die kwamen toch regelmatig achter dat ja, de minimale of de maximale kniebuiging de hoek uh, ongeveer tussen de, de kniehoek tussen de 25 en 35 graden moet liggen wanneer het pedaal op de laagste punt zit. En dat is gewoon statisch eigenlijk gemeten. Dus je gaat op die fiets zitten, jij doet jouw uh, ene pedaal helemaal omlaag. Ja. En dan ga je gewoon je hoek meten van jouw knie. En dat kan je uh, heel makkelijk doen. Tussen de 25 en de 35. Ja. Voelt even voor mij als een ruime marge. Ja, daar, is, daar zit niet? een marge in. Ja, nee, dan maar dan het is toch flink het al... 10 graden? Uh, ja, maar ten opzichte van wat kan je maximaal halen. Nou ja. Oké, okay, dus van, zeggen we ongeveer 30. Ja, van 0 naar 180 kan je. Uh, ja, ja. Nou, ja okay. toch? Ongeveer 30. Ja. Ja. Dus ongeveer 30, ja. Hè? Iets nou ja, iets maar dat is dus een grove. Ja, een indicatie. Ja. Stel dat je echt fout zit, ja. dan zou je dat op die manier Dan ben je, je buiten die 35 of die ja. 25? En grappig is, daar kun je gewoon heel simpel met een soort geodriehoek opmeten, zelfs al of in, in de studies Door destijds. inderdaad een fotootje van de zijkant te maken... en te kijken wat die kniehoek is. Ja. Lijntje maar je trekken. hoeft niet eens een foto... want in de, in de, de onderzoeken die er in je er toen. In in nee, ze hebben van die... die goniometers. Die hingen vroeger... in de klaslokaal. Ja, ik ben ja, ja, natuurlijk ja, ja. een andere generatie. Dat, ja, hingen toch? die op het digibord? Uh, ja. ja. Met, met twee van die... Uh, eigenlijk latten. Ja. Die je dan eigenlijk... En dan kun je uh, hoek meten. Die zijn echt destijds werkelijk. Dat is eigenlijk een hele mooie, betrouwbare manier. Zegt jouw studie dan ook, waar meet ik? Aan de binnenkant van mijn been meet ik op mijn knieën, ja. de zijkant, Nou, buitenkant. die gebruiken landmarks. En dat, dat is wel een belangrijk punt. En landmarks zijn eigenlijk op jouw lichaam. Ja. Zijn dingen die elk mens heeft. Ja. En die duidelijk aanwezig zijn. En die zich ook niet verplaatsen tijdens het fietsen. Bijvoorbeeld dat bordje op je enkel. Dat vind ik ja, een dit, mooie landmark. Ja, dat bobbeltje wat je altijd stoot. Ja. En dat kun je bij de knie ook wel vinden. Ja, zit ook zo'n bobbeltje. Ja. ja, ik denk nu opeens terug aan mijn bikefit. Dat is inmiddels een aantal jaren geleden. Uh, ik geloof 2019. Maar ik ging inderdaad uh, witte, witte stukjes tape ja. op de landmark. Want dan kon hij natuurlijk mooi op de foto de lijntjes nou, trekken. Nou, daar kan het zo. Want dus de uh, good old goniometer, die kan echt die anatomische landmarks gebruiken. Vooral statisch. Ja dus stilstaan ja ja en dan werd kwam daaruit 25 35 graden nou dan ben je veilig ten eerste het risico op blessures is daarmee het kleinst dat is allemaal onderzocht en ten tweede later zei is ook de meest efficiënte manier van trappen oké okay. nou dat is heel fijn te weten hè? 1994 ja zeker nou en dat is wel uh herhaald, maar op een gegeven moment... en de kritiek kwam van... ja, maar jongen, hoe kan dat nou? Ben je statisch, maar fietsen is dynamisch. Je moet dit meten terwijl je aan het fietsen bent. Mm -hmm. Nou, en toen was het in het begin denk ik nog moeilijk. Ging dat met de ouderwetse video en hoe ga je dat meten? Nou, die, die uh, methoden zijn steeds geavanceerder geworden. Je hebt het al over tape, plakkertjes, sensoren. Ja, ja. Er worden eigenlijk allerlei markers... worden nu op je lichaam geplakt... Ja. En eigenlijk wordt die beweging van die markers gevolgd door middel van... Nou, of infrarood, of gewone camera's, sensoren. En dat kan je doen in één vlak, 2D. Of in twee vlakken, uh, of meer 3D. vlakken, 3D uiteindelijk. Acht camera's, et cetera. En het ziet er, ik moet zeggen, super fancy uit. Hè? Want dan zie je toch... Ah. Ja, dan zie je eigenlijk allemaal lijntjes je bewegen, belt voor je en voor bewegen. Je je waan voor je geld. En, uh, ja, 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 nou ja. Ja, ja, ja. Dus dat kan uitgebreid mooi netjes gemeten worden... tijdens het fietsen. Alleen kwamen die wetenschappers achter... toen ze dat gingen meten, zeiden ze... Hé? shit, daar, we, we komen op andere hoeken al... voor de knie uit. Hè? Ja. Niet binnen 25, 35. Nee. Dat zou een probleem zijn. Groter nee. of kleiner? Nou, 3 eh, nou, tot 8 graden... groter kwamen groter. ze uit. Er. Dan de, de Holmes-methode... Uh, Met zijn meerdere studie. Dus dan zei ze, ah, dan moeten de, de, de grote maar moeten moet, moet wat, wat aanpassen, of die hoek. Dus die moet in plaats van wat Holmes zei, de moet meer richting de, nou ja, de 40, uh, 30 à 40. Totdat eigenlijk de studie, en het is echt, man, het is pas voor twee jaar, drie jaar geleden echt. Oh, breaking news. Ja, maar ja. Nou ja, dus ja, eigenlijk... dit is in ieder geval van na mijn bikefit, deze ja. studie. Ja. dat zou het want iedereen omdat de wetenschap ook constateert er zijn allemaal constateert zijn allemaal systemen nu op mm -hmm. de markt. Mm -hmm. Met van verschillende fabrikanten. En die zetten net op andere plekken hun markertjes neer. En ja, dan komt er misschien nog een algoritme kijken. Of nou ja, uh, ze zeggen het zijn wel heel betrouwbare metingen wat betreft reproduceerbaarheid. Hè? Ja. Als je gewoon herhaalt van dezelfde fietsen, kom je op dezelfde hoeken wel redelijk uit. Dus dat is wel, wel helemaal goed. En dus ze kunnen heel gevoelig ook meten. Mm -hmm. Maar ze zeiden ja, wat... Zijn de hoeken die eruit komen eigenlijk wel hetzelfde als we altijd vonden met onze statische meting? Nou, daar heeft de Zuid-Afrikaanse wetenschapper Jeroen Zwart is dan eigenlijk de kaarttrekker erin. Dat is wel een bekende. Die heeft onder andere Froome eens een keer doorgemeten, een artikel ook gepubliceerd. Die is actief volgens mij bij de UAE-ploeg en zo. En die maakt hier gedegen werk van, maar is ook een behoorlijk kritisch heeft een kritische blik op, op deze ontwikkeling. Zolang die onvoldoende, zoals hij ook aangeeft, wetenschappelijk gevalideerd lijkt. Mag en dan even. praat dat je met. In name deze zin, deze ontwikkeling van al die systemen met, met 3D-markers, met allerlei. Al Hoe meet met sensoren ja. en hoeken? Daar ja. is hij kritisch op. Ook omdat er natuurlijk, je krijgt een hele uitslag. Ook van uh, ja, je, 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 je hoek bij je nek en uh, ja. Ja, ja, ja. bij je schouderbladen. Ja. En dan zegt hij, ja. Hoe weet je wat daar dan een optimale hoek van is? Wat zijn de referentiewaarden die, okay, die ontbreken? Die, ja, ja, die ja. weten we toch niet. En die weten we alleen, wel uit wetenschappelijk onderzoek in ieder geval, die zijn gepubliceerd vanuit Holmes destijds met die 25 tot 35 graden hoek. Ja, ja, ja. Hij ziet ze niet en ze worden vaak, denk ik, niet gepubliceerd, want ze zijn van het systeem weer afhankelijk, et cetera. Dus, dus tot hij... welke conclusie komt hij bij de UAE? Niet meten? Uh, Zover gaat hij niet. Dat, dat ben ik wel benieuwd hoe die... Uh... Nee, maar hij... En hij gebruikt dan in zijn lab... En dat is echt weer een, een labbenadering. En dan zegt hij... Ja, dat is, dat is wel even... Uh, de, 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 een, misschien weer een keer... Want dat is echt een... een, een op het best een top-of-the-bill systeem. wat hij ja, gebruikt. Ja. Met, nou ja, misschien wel 16 camera's. heel veel markers Oh, Dus en hij recetaard. gaat meer uh, ja, toevoegen. Omdat hij denkt: van, Nou, nu is dat toch mogelijk. nu wil ik erachter komen. Toen, en ten eerste kwam hij erachter naar die kniehoeken. waarom die dan in die nieuwe systemen. groter werden gevonden. daar is hij ja. achter gekomen. Ja, dat is gewoon heel simpel te verklaren. Omdat in uh, de statische meting. de enkelhoek vaak. dan moest je je, je schoen. Horizontaal houden. Ik zei het net al, er ja. gebeurt bij dat pedaal ook wat. Ja. Ja. Nou, en hij zei: als jij gaat fietsen, dan heb dan, dan doe je dat, dan zit daar toch een hoek in. Ja. En dat beïnvloedt de meting. Dus hij zei: Nou, stel dat je bij een 3D-meting ja, ervoor zorgt of de aanwijzing geeft: probeer in ieder geval te trappen dan met een horizontale. Voet. Uh, voet op het pedaal. Op het pedaal. Dan kom je weer op diezelfde 5, 25 naar 35 uit. Dat was geruststellend. Ja, wel een beetje, ik denk, de. Ja, de. Nou ja, maar ja, die wetenschappers die dachten, ja, shit, wat, wat moeten we nou nemen? Ja, Uiteindelijk ja, ja, ja. wil je gewoon naar een, een, een standaard, naar referentie toe. Maar waar hij wel met name van schrok. Hij zei, uh, nou, hij, hij vond andere hoeken, vooral bij uh, de heup. Uh, uh, elleboog. Um, en dan zei hij, ja, hoe kan dat eigenlijk precies? Uh, en hij gebruikte ook nog, want dat is een andere. Een, een, oh ja, zijn verklaring is eigenlijk iets van, ja, dat heeft ook te maken. Er zijn een paar uh, dingen waar hij uh, benoemt. Ten eerste, waar zet jij precies je, je plakkers? Ja. Dat is heel belangrijk. Je gebruikt, jij zei, je gebruikt ook die landmarks. Alleen, je hebt de kans dat als jij het, dat het daarmee, omdat je het op de huid zet en het beweegt, toch verschuift. Ja heb je zeker een kans? En ja. uh, in sommige metingen zet ze het gewoon op de kleding zelfs. Ja. Dan zal het helemaal verschuiven. Ten tweede is die zegt hij: nou, de kniehoek is redelijk simpel, want dat zijn inderdaad maar twee. Ja, is zeg maar, gewoon één gewricht, twee ja, botten, twee stukken bot. Ja. 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 Maar een heupgewricht zei hij is een stuk ingewikkelder, want als jij van kijkt van nek. Tot aan eigenlijk ja onderrug of mm -hmm. tot, tot heup. Dan ja, heb je al die hele wervelklom ertussen. Bek, zitten? Ja, precies. Dat zijn nou ja, volgens mij 22 bordjes had hij het over. <laughs> ja. Dus eh, als jij met een goniometer gaat kijken, en wat zij ook gebruikt, is een inclinometer? Dat is eigenlijk een hellingmeter. Komt okay. eigenlijk uit de civiele techniek, uit de bouwkunde. Zul ja. jij als Delft daarna misschien wel weten. Gewoon kan heel ik simpel. Uit de voeten? Nou, die zet je gewoon inderdaad achter op je rug of zo. En dan meet je daar echt die hoek. De hoek, ja. ja. En dat noemt hij de heuphoek. Alleen uh, ja, vanuit die 3D-metingen. Ja, hij zegt: ik weet niet precies waar, waar ze, ze zetten plakkertjes, misschien wel zes plakkertjes op je rug waar ze het precies doen. En daar komt dan een bepaalde heuphoek uit. Maar ja, dat hing er allemaal aan van waar, waar meet je die. daar zit een bolling in. Ja. Uh, kortom, ik kan me voorstellen dat er andere hoeken ook uitkomen dan dat je hem daadwerkelijk met zo'n. Hellingmeter gemeten. En dat vond hij dus ook. Dus hij zei: Ja, daar heb je dus al. We kunnen de, de hoeken die, zoals we die in uh, meten statisch. Ja. Niet met dynamisch en niet met zo'n 3D-systeem vergelijken. Omdat we gewoon echt verschillende dingen aan het meten zijn. Ja. Nou. Jurgen, dit is een heel betoog over om, om, om vast te stellen dat de ene meting is de ander niet ja. en de ene methode is de andere niet, waardoor je dingen niet met elkaar kan vergelijken, waardoor je dus heel erg moet opletten. Als de ene bikefitter A zegt, betekent dat niet A nee. voor de ander. Precies. Helder. Ja. Ja. Wat ik me opeens zit af te vragen, is er ooit, zijn er, ben jij studies tegengekomen dat, weet je wat we doen? Want, want jij zegt in een nooddop, ik geloof als ik goed hoor, die studio studie ja. 25 tot 35, dat is ook het meest efficiënt. Ja. Zijn er studies gedaan dat we zeggen. hé, hey, we zitten iemand. zijn zadel eens even drie centimeter lager. Uh, of uh, juist wat te hoog. Uh, en is er dan ook gewoon lekker een, een test gedaan of zo. of een performance test. om te kijken of dat echt uitmaakt. Ja, ja nou ja, in de tijd van Holmes wel. maar dat was puur gericht. Dus eigenlijk op zadelhoogte. Ja, ja, precies. Dus dat is gedaan. Ja, maar dat is dan niet. of in die tijd. helemaal niet gecombineerd met. Ja, uh, met, 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 met stuurhoogte of noem maar ja, op. Ja. Maar ook met het idee van. Dat is allemaal je... in labzetting dan natuurlijk. Hè, en dat, dat verandert op zich, verandert natuurlijk jouw kniehoek ook niet. Als je je zadel hoger of lager zet, oh, oké. Okay. Nee, nee, je zadel wel, maar je uh, die nee, al die nee, andere nee, hoeken. Al, al die andere friemels waar je aan gaat friemelen. De, ja, nee, nee, die nee, heb ik. Nee, kijk nee. je nee, heuphoek. De je heuphoek. Ja. eventueel. Ja, ja. nou uh, is het zeker een, een studie waar hij ook naar refereert en want hij maakt zich echt zorgen om die heuphoek. Hij zegt, als we kijken vanuit, naar wederom pijn of performance vanuit. Performance, okay. omdat hij zegt: Nou ja, ten eerste, ik weet niet precies wat ze meten, maar de echte heuphoek moet je eigenlijk, vindt hij, op een op de plek van de heup meten en dan liefst met zo'n echte hellingmeter. Mm -hmm. Ja, dan kan je allemaal plakketjes op je rug en daar een afgeleide uit halen. Maar nou ja, die kan je niet zo eens niet met elkaar vergelijken. Dat hangt heel erg af, denk ik ook van hoe flexibel jouw rug is en of je bol, uh, hoe bol je daar ja, op zit. Ja, 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 ja. Maar en, en waar je ook naar refereert, studie uit denk ik, 87, uh, en die, 1987. Uh, ja, maar dat is wel een, een hele goede van, uh, uh, van Heil. Die, maakte ze, ja, die was geïnteresseerd in wat is nou het belang van of, ja, de heuphoek voor de efficiëntie. Ja. En die had een fiets gewoon in het lab en dan kon hij eigenlijk die heuphoek veranderen. En dat deed hij op twee manieren. Eigenlijk door de, uh, de staande buis die kon hij... Uh, de hoek van veranderen ten opzichte, okay. ja, dat ja, snap je? Dus dan gaat het zadel dus de, iets naar achteren. De hoek tussen de trapas in feite ja. en waar jouw benen draaien en waar je kont is. Precies. Ja. En de andere is ging je ook met stuur hoger lager. Dan kon je op die manier, uh, ja, met verschillende posities heuphoeken veranderen. En dan mat die gewoon simpel bij één sub, sub maximaal vermogen. Het, uh, ja, de zuurstofconsumptie. Ja, Zoals dat gebeurt met, met de schoenen, bij het hardlopen. Waarmee hij iets kon zeggen over energieefficiëntie. Ja. En de relatie tussen hoe je op je fiets zit en hoeveel energie het ja. kost. Ja. En, en wat hij gewoon vond was... Uh, en dit waren goed getrainde wielrenners. Die namen... Uh, en hij zei, ja... Uh, we, we, we vinden dus verschillende posities die hetzelfde efficiëntie geven... Uh, ergens dus hij zei, jij kan ook, je kan wel je, st je stuur uh, lager gaan zetten en bijvoorbeeld die hoek van die staande buis ook dan iets naar voren. Hmm. Maar uiteindelijk uh, trap je net zo efficiënt als dat je allebei iets uh, verandert, waardoor de, de heuphoek uiteindelijk toch weer hetzelfde blijft, zeg maar. Dat, ja. uh, maar het belangrijkste van zijn conclusie is van... Hè? Uiteindelijk kom ik uit dat de beste heuphoek of de efficiëntste heuphoek is, precies de, de, de hoek waarop ze uh, die ze op hun fiets eigenlijk hebben Al ingesteld. Hebben. Ja, dus hij zei: Ja, hey, dus op die op manier. wat je nu zegt, dus het kon best wel zijn dat die verschilde. Ja. Dus jij ging erin, Tuurlijk. ik ging erin. We hadden andere heuphoek. Ja. Maar voor mij was die heuphoek die ik op mijn fiets had het meest efficiënt. Ja. Ja. En voor jou degene die jij op je het fiets had. Het doet denken aan, even een grafiekje voor je. Op de x-as, de horizontale as, zet jij hier de heuphoek. Ja. En op de verticale as zet jij je I-as. dat is altijd. Op de verticale as, je I-as. En dan zet je in dit geval je efficiëntie, sorry, <laughs> je ja. energieverbruik. Ja. En dan krijg je weer een beetje de, de befaamde U. Ja. Uh, Want, ja, laagste uh, energieverbruik bij een bepaalde hoek. Bij een optimale en, hoek. Ja. En als je daarvan afwijkt, groter is een, of ja, kleiner, ja, ja, ja. word je minder efficiënt. Doet heel erg denken aan de studies bijvoorbeeld van de VU met, met paslengte. Uh, waar ze ervaren hardlopers een uh, of pasfrequentie ging het om. Met een lage of hoge pasfrequentie liep het lopen. Ja. Uh, maar uitkwam dat uiteindelijk iedereen het meest efficiënt liep op zijn eigen pasfrequentie. Ja, omdat het lichaam streeft naar efficiëntie of naar de zelf gekozen. Ik wil hier even bij stilstaan, want we hebben vorig jaar een aflevering gehad over optimale paslengte. Ja. Daar is best wel ja, wat we over gekomen. Wij vinden. Ja. Dat wij in die aflevering duidelijk genoeg de conclusie trekken. de optimale paslengte bestaat niet. is voor iedereen anders. Ja. We merken in de reacties. dat er toch de indruk lijkt te bestaan. dat er gezegd wordt. dat die wel bestaat. Ja. Bijvoorbeeld met de calculator van Loek die ja. we daar te gast hebben. Dat is dus niet zo. Dus als je goed luistert. ook niet wat we zeggen. en je zegt dat is wat hier ook weer uitkomt. Ik uitkwam. denk dat de boodschap is. het, het, het lichaam, het, het sportende lichaam. bewegende lichaam streeft naar efficiëntie. Ja. Nou, als bij hardlopen is het een kwestie van. Ja, je gaat trainen, trainen en je op een gegeven moment vindt het lichaam zoekt, zoekt naar gewoon en vindt dat bij een bepaalde pasfrequentie. Ja. En bij het fietsen is het deels van ja, we, ik weet niet kip ei. Je begint natuurlijk met iets wat comfortabel zit, ja. pas je eventueel aan. En dan, aan ga je je kant, trainen. dan ga je trainen en jouw lichaam zegt. Nou ja, hier moet ik het misschien mee doen. Of uh, dit is een comfortabel iets. Nou, hier ga ik ook heel efficiënt van worden. Ja. die studies zijn niet zo goed onderzocht is het nou van het feit dat zij heel lang bij die positie gefietst hebben is ja. dat de oorzaak of, of, of is op het op gevoel gewoon ja. al de fijnste of positie zet je, ingesteld moet, kan ja. jij meteen al op je gevoel afgaan en, toch uh, nog even ja. iets specifieks voor triatleten. nu ga ik op ja. glad ijs want nu ga ik kennis inbrengen dan moet jij dat maar falsificeren of valideren of dat klopt wij hebben bij onze triathlonvereniging ook wel eens gepield aan onze posities en wat daar als kennis werd ingebracht, is dat uiteindelijk uh, kun je het meeste kracht zetten, of het meest efficiënte, is op een stadfiets. Als je dus in feite met je heuphoek hmm. zo groot mogelijk, als je recht naar beneden stamt, kun je het beste ja, ja. kracht zetten. Alleen een triatleet gaat natuurlijk ook spelen met aerodynamica, zeker ja. op zijn tijdritfiets. Ja. Dus die zou eigenlijk het liefst zo ver mogelijk voorover willen zetten om een goede... Uh, aerodynamische punten te hebben, ja. maar dan ga je dus in feite ja. je heuphoek heel erg verkleinen. Ja. En dan kun je dus spelen. En ik merk dat ik dat zelf ook wel eens doe in een lange race, maar dat kan je dus ook eventueel met je zadel doen. Als je dan dus bijvoorbeeld wat je kont of je zadel naar voren gaat brengen, ja. en dus ook je stuur ga je dus in feite die hoek weer wat open trekken. Want ja, je buikt ja. wel voorover, maar omdat je wat naar voren... ten opzichte van je ja, trapas komt. Ja, maar dat is denk ik de, de, ja, uh, een beetje de balans... tussen efficiënt uh, en aerodynamisch. En ik weet bijvoorbeeld van Tom Dumoulin... was een van de weinige wielrenners... Die zelfs in die tijdritpositie weinig hoefde in te leveren, bijvoorbeeld op zijn Herstel, efficiëntie. Ja. En bij maar andere ik vind renners. Dat is belangrijk, want we hebben vaak in de podcast, dan vragen we ons ja. af: is het zinvol of onzin? En dan blijkt dat er allerlei studies verschillend gaan over gezondheid of prestatie. Ja. En dat lijkt dus hier ook een beetje te spelen. Dat we kunnen zeggen: hey, bikefitting zinvol of onzin? Nou, gaan we straks met Guido wel een conclusie trekken. Maar het heeft er al mee te maken: kom jij om pijn op te lossen? Ja. Is een ander vraagstuk dan: ben jij een triatleet die zo aerodynamisch mogelijk. met zoveel mogelijk kracht op zijn fiets wil gaan ja. zitten? Dat zijn andere toepassingen van het afstellen van je fiets. Absoluut. En um, ja, nee, goed punt. Wat, wat, ja, nou ja, nog, wat ook belangrijk blijkt te zijn is. Puur dus los van ja, wat wil, wil je? Wil je presteren? Welke fiets je? hebt? Ja. tijdrit of of niet? Wiel- en fiets, maat intensiteit. Want die je zwart heeft net een studie van van een jaar geleden zelfs. Pas ja, er is zo weinig eigenlijk gedaan. Ja, met een statische meting. Dan dat, dat valt er ook niks aan verschillende intensiteiten. Maar die heeft gewoon bij 80, ne, uh, 70, 80, 90 procent van de maximale uh, vermogen. Inspanning, of, uh, ja. Inspanning, ja, ja, ja. heart rate, gekeken. Weer zit te meten, eigenlijk op de, de ouderwetse manier. Wat, uh, Mattie? Nee, nou ja, uh, met de nieuwe wetsmanier, want dynamisch. Nee, eigenlijk gewoon ook naar die hoeken. Oh. En vond daar bijvoorbeeld echt verschuivingen, ook in de kniehoek zelfs. Uh, dus die, ja. Van die, van die wielrenners. Ja. Nog steeds wel in die range. Hè, van ja, ja, tussen ja, ja, die 25 en ja. 35. Dat verandert op zich niet. Maar wel dat daar binnen wel iets verandert. Het gaat om drie graden uiteindelijk. Nou ellebooghoek. Dat is ook logisch. Mensen gaan dieper Zitten. in die beugels. Ja, dus even. Want je praat heel snel intensiteit. Dus hoe, hoe harder jij ja. moet werken. Mm -hmm. Blijkbaar neemt hij waar. Ga je je houding op de fiets veranderen. Ja. Enkel kniehoek. Elleboog. En juist omdat hij zegt: want hij heeft daarbij dan die e EMG-meting gedaan. Dus hij heeft de elektrische activatie van alle spieren ook betrokken bij het ja. fietsen. En dan zit hij, ja, wat er gewoon gebeurt. Je gaat bij uh, hogere intensiteit steeds meer uit je kont halen, met name. Die okay. UTS maximum spieren. Daar ziet hij de activiteit steeds meer oppoppen. Ja, en dat heeft gewoon gevolgen eigenlijk voor die hele ja, fietsbeweging... tot aan de enkel de toe, de aansturing van die spieren daar. Activatie van al die spieren die betrokken zijn. En daarmee veranderen dus ook de hoeken. Dus kortom, als jij gaat meten... Ook bij een bikefitter. Ja, dan zou je misschien wel bij verschillende intensiteiten, intensiteiten moeten, moeten meten. Ja, behalve dat je het wel weer hebt over enkele graden. Ja. Dus dan zeg ik weer, we zijn weer wel met millimeter spul bezig. Zeker, en hij dus... werkt bij elite wielrenners. Ja. Even ja. context. Maar dit is dus wel een extra argument voor jouw stelling. Eerder in de podcast hoorde we al, Jurgen van Tevelen. Ja. De, de Je zit niet vast op je fiets. Precies, nee. Dat en dat is, heeft dus ja. te maken met hoe je, waar je met je kont op je zadel zit of je handen op je stuur. Maar dus ook met... Hoe hard jij aan het inspannen en, bent. En dus hij vindt ook verschil tussen profs en recreanten. Nou, bij profs gaat het om 33 graden van die hoek, recreanten 35 graden. Normaal ja, zitten er een kleine verschillen. 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 Ja. ja, maar ja, en dat heeft dan met name te maken weer met de flexibiliteit van de hamstrings, die bij die profrenners gewoon. Ja. En toch even Jurgen, goed die interpreteren kunnen, wat de data die hier uh, door de podcast slingert. Ja. Hij vindt verschillen, oftewel hij, hij doet aan empirie, hè, met ja. een duur woord. Hij neemt Klopt. waar. Dus ja. hij laat mensen iets doen ja. en gaat dan meten. Dit, Dit gaat wij... niet over instellen van, nee, hé, hey, een amateur de... moet twee graden meer of minder nee. dan een prof. Nee. Nee. Nee, nee, niet op die manier. En, en dat, ja, ik denk dat daar een beetje, ja, als jij gewoon moedwillig Kijk, zo'n onderzoeker die wil natuurlijk dan flink gaan. Ja, die wil uh, resultaten zien. Hmm. Dus die, als je het zadel vijf centimeter hoger of lager zet... natuurlijk ga je verschillen zien, noem ja, ja, maar op. Ja. Ja. Vandaar dat ze niet die, dat soort studies zijn eigenlijk amper uitgevoerd... waarbij je moedwillig even de, de hoeken... Ja, even mensen in een andere ja. hoek zetten. Dus even kijken wat er en gebeurt. En kijken van, verandert er überhaupt iets? Nou ja, goed, als je kijkt naar die studie die ik net noemde... met die heuphoek, is het ook allemaal... Ja... Uh, goed. Uh, nou ja, het zijn uiteindelijk... Uh, je, je laat een fit door de data gaan. En dat wil niet zeggen dat bij Jan en bij iedereen het precies zo netjes... die hele fit volgt, laat ik het zo zeggen. Er nee. zit best wel variatie in. Maar dit zijn voor hem echt dingen om ja, allemaal rekening mee te houden. Richting als jij nu gaat voor een 3D-fit... waarvan hij zegt, ja... Uh, wat, 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 ja, wat, waar kijk je precies naar? We, dus zijn grote bezwaren zijn eigenlijk op dit moment: oké, okay, die optimale positie hangt los van nou, hoe jouw lichaam in elkaar zit, af van uh, hoe flexi flexibel je hamstring is, maar ook je getraindheid, dus. Profs, recreanten. Onder vermoeidheid is het denk ik ook wel logisch dat jij anders gaat fietsen. Dat weet mm -hmm. je ook uit EMG-metingen. Andere activatie van je spiergroepen. Nou ja, we hebben het er zelf al over gehad. Je gaat iets meer schuiven op dat zadel. Iets meer ja. naar achteren. Je zoekt een comfortabele positie. Ja, ja moet je dat meenemen? En Misschien wel. Intensiteit. Kadans is natuurlijk ook een dingetje. Ja, meestal laat ze denk ik gewoon bij een vaste kadans. Of eigen gekozen kadans. Nou ja, die verandert ook wel eens in de koers. Of als je heuvel op, heuvel af gaat. Nou, sowieso. Heuvel op, heuvel af, uh, zit je al anders op je fiets? Uh, nou, rol van aerodynamica, vind je dat belangrijk ja of nee? Moet je meenemen? Hebben we het toch al over gehad? Gaat het puur om een training of gaat het om een wedstrijd? Uh, en daarbij, ja, wat, wat zijn dan je referentiewaarden? Uh, welke neem je daarvoor eigenlijk? Uh, ja, daar hebben we eigenlijk heel weinig zicht op vanuit... Maar jeugd, omdat wel, welke... elk systeem zou dan gewoon denk ik, tig wielrenners, tig mensen hebben moeten doorgemeten. En daar zo'n database van hebben. En zeggen, nou ja, dit zijn mensen zonder klachten. Dus dan zou het zo moeten zijn. Ja, maar dit daar zijn moet je dan naar op zoek, toch? Ja. Ja. ja, ik ken ze niet, want die studies zijn gewoon niet gepubliceerd. Maar Jurgen, welke conclusie trek je hieruit dan? Um, ja, welke conclusie... Nog een even wil ik ook nog noemen: man-vrouw verschillen Dat is ook een ding. Amper meegenomen met studies. Voor mijzelf zou ik zeggen: ik uh, ja, als, als het gaat om 200, 300 euro. Nou ja, de cel als mijn vermogensmeter, die heb ik ook niet. Ja, ik ga het niet doen, laat ik het zo zeggen. ik Blijf mij maar lekker. Wat nee, van... je zegt, ook wetenschappelijk gezien, zoveel variabelen, zoveel variaties. Ja. Uh, tweede zeg je, het lichaam zoekt zijn eigen meest efficiënte plek. Ja. Dus kom je tot de conclusie: ik kan misschien wel gewoon zelf met wat pielen. Op zoek naar wat voor mij fijn voelt. Ja, ja. Dat is goed genoeg. Ja, En als ik een pijntje ervaar of zo. Of het gevoel heb dat ik zit even niet lekker. Ja, dan ga ik toch al een beetje sleutelen. Ja, ik vind het prima om een keer mijn vrouw een, een foto te laten maken van mij op die fiets. En dan even met een lijntje kijken wat mijn kniehoek is. Maar ik weet toch dat dat wel prima binnen de 25, 35 valt. Maar ja, nogmaals, ben ik hè. Mijn niveau eh, aerodynamica vind ik allemaal niet zo heel belangrijk, nee, et cetera. Maar ja, de ja. vraag is: moet je meteen zo'n dure het Nou ja, en ik denk toch wel kritisch, als zwart is van ja, is een statische meting al niet voldoende. Gewoon ja. om even grof zit, je grof, te grof zien. al in de ja. buurt. Ja, ja. ja. En uh, moet je dan, dan zo'n fancy 3D-meting? Ja, het ziet er mooi uit en je krijgt allemaal hoeken, en, en dan wordt zeker misschien wordt wat veranderd of je moet nieuwe onderdelen aanschaffen placebo-effect zal zeker dan meespelen. Ja, ik heb, nou, nu moet het wel goed zijn. Nu moet ik echt wel pijnloos kunnen fietsen. Ik, uh, ja, zo zit ik er een beetje in. Ja. Uh. Uh. Helder. Zullen wij uh, dit gesprek doorvoeren met Guido Vroemen? Me Kijken of hij uh, bepaalde uh, situaties herkent waarin die uh, atleten naar een bikefit stuurt of niet. Een uh, paar disclaimers. Hij werkt bij een bedrijf uh, wat dat ook aanbiedt. Maar goed, dat zullen we zo met ja. hem wel open over praten. Uh, in dat stuk zal ik ook noemen waar je dan een tien keer uh, goedkopere uh, bikefit uh, kan oh, laten ja, doen. Dat maar ja. niet voordat we even een aantal luisteraars in het zonnetje zetten. En natuurlijk, de vrienden van de show, die noem ik zo. Maar het is het eerst tijd voor onze nieuwe rubriek. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep. miep. Datgene wat ik het meest van de podcast geleerd heb zijn de vele mentale lessen. Zoals bijvoorbeeld de kracht van visualisatie. Het zorgt er bij mij voor dat ik op bijna alles ben voorbereid. en daardoor niet voor verrassing komt te staan. En dan ik adequaat kan handelen. Het geeft rust tijdens de chaos. en daardoor kom je uiteindelijk ook tot een beter resultaat. Vooral de aflevering met Jens van Leer vond ik een van de meest leerzame afleveringen. Ja, ja, Jerry Cornelissen was dat. Onze uh, trouwe vriend van de show. Ja. Zijn we al regelmatig tegengekomen bij diverse club events. Zoals we er morgen in Driebergen ook een hebben. Ik weet eigenlijk niet of Jerry die morgen is. Dat nou, moet ik even in de lijst Rotterdam opzoeken. Rotterdam is hij bij. Weet Rotterdam Marathon is hij zeker ja. bij. Hij refereert aan het boek. Nee, ja, aan de aflevering met Jens van Lier. Ik heb hier toevallig bij mij op de bank zijn boek nog liggen. Je kop tegen je lijf. Wielepsycholoog Jens van uh, Combineert daar zijn eigen avontuur bij een uh, semi-profkoers. En uh, allerlei inzichten uit de sportpsychologie. En, uh, aanleiding van jouw eigen ervaring hè? bij een, ja, een, een triathlon in Amersfoort kan ik me herinneren. Hè? Dankjewel. Wil jij nou ook kans maken op een paar snelle, slimme, posteren sokken en zo'n leuke wielerpet van snelle sokken? Uh, de, ik ga als een raket. Stuur dan een audiobericht naar ons. Als je vriend van de show bent, dan kun je dat doen via vriendvandeshow.nl slash slimme podcast of als je vriend bent geworden krijg je ook de linkjes naar onze WhatsApp community en dan kun je dat ook via WhatsApp naar ons toesturen. Maximaal 30 seconden. Eén inzicht, één ding Waarbij jij nog wel eens aan terugdenkt van de Slimmer Pesteren podcast. Wat jou helpt om sneller te wielrennen of te hardlopen. Tot slot: of te zwemmen. Mag of te zwemmen, dat mag ook. Ja, of te rugbieren, hoorden we ja. vorige, vorige keer. Ja. Luister, oh nee, horen we volgende keer. Nou, anyway, kom goed. <laughs> <Shit>. <laughs> al... al verklapt. Hé, hey, ja. vrienden van de show, ik heb het al gezegd. Wie werden dat allemaal? We hebben nog wat in te halen van onze winterstop. Er komt hier een mooi lijst met namen. Pim van den Akerboom, welkom vriend van de show. Peter van Leeuwen is erbij. Lieke, Peter van Leeuwen, daar mail jij ook ja. uh, fijn mee, toch? Ja, zeker. De schaatser. Ja, zeker. Oh, dat, 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 dat schaatser, ja, zeker. Ja. Lieke werd het. Wim-Jan Brasser werd vriend van de show. Laurens Roy. Diederen. Ellie van der Bogaart schenken allemaal minimaal één kopje koffie in de maand. En de meeste van deze mensen zie ik, schenken ons ook gelijk 11 kopjes koffie per jaar. Heerlijk. Koen Smiers deed het ook. Eva Jansen deed het. Erik Peter, Brian van Diek. Theo van de Bor. Cycling God 84. Ja, eindelijk. Eindelijk is die vriend geworden. Ja, we hebben hem. En Job is ook een vriend van de show. Nou, wil jij nou een, in een van de volgende afleveringen ook genoemd worden en uh, onze podcast steunen, dan ga naar vriendvandeshow.nl/slash podcast. Dan gaan wij nu ook snel doorschakelen over uh, virtueel naar Leusden, naar Guido Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Een goedemorgen, heren. Goed je weer te zien. Heb je al een rondje gefietst vandaag? Nee, ik ga zo dadelijk. Zo ah. eh, is nog te vroeg. Lekker. Ik en, en mountainbike, wielrenfiets, tijdritfiets, waar klim je op? Um, nou, als de routes van de mountainbike uh, er goed bij liggen, dan is het meestal de mountainbike. Ja, en staat je zadel uh, hoog genoeg? Ja, okay. bij mij is dat alles And the reach? perfect hoor. De reach is ook ik, goed. Ik, ik, ik moet dan ook nog zeggen, ik heb wel zo'n een dropper seatpost. Dus ja, die... ah, ja. 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 <laughs> dat is ook een interessante Ja, daar heb je nog niet eens over gehad ergens van. anders. Ja, ja, <laughs> ja die ja, dan kan natuurlijk variatie. Een beetje oefenen in verschillende standen. Helemaal goed. Ja, nee, ja Mijn lichaam kan zich uh, uh, redelijk goed uh, aanpassen. Ook al uh, staat hij een klein beetje meer te laag, maar ik voel dat wel. Ja. Dus dan heb ik dan. Uh, uh, ik heb al verschillende fietsen en ook wel eens vaker fietsen gehuurd, maar dan kan ik vrij hoef ik maar eventjes te zitten en denk, hmm, dit is nog niet iets te hoog. hm, dit is nog net iets te laag. Juist, dus en daar dat geef is, je al weg. Dat Zelf is. ga je dat niet gevoel heb ik wel ontwikkeld. voor iedere fiets ja. naar de bike flitter, maar heb je gevoel. We hebben Ooit, ik zou zeggen zo'n 170 afleveringen geleden, oh. in aflevering 1, het ook wel eens gehad over uh, data versus gevoel. Ja. Dat ging ja. toen over de vermogensmeter, waarop uh, de wetenschapsjournalist van Tevelen zei... Oh, ja, Ach, man, wetenschap laat zien, vermogen, dat kan je gewoon op gevoel doen. Later moest <laughs> je wel vaststellen, ja, nou ja. dat kwam wel ja. in onderzoek bij profielrenners die uren ja. op de fiets zitten. En volgens mij speelt dit hier ook. Guido Vroemen is natuurlijk iemand die al zijn hele leven... Nou, Dumfries heeft heel ja. veel op de fiets gezeten. Heeft. Maar ja, iedereen, zeker, zeker, elk, zeker, elke Nederlander leert eerder fietsen dan eens, lopen. Eens, eens, een beetje. Eens. Dus, eens. dus eens. laten we het maar eens, eens. afpellen: uh, voor wie is een uh, bikefit uh, zinvol of onzin? En dan moeten we eerst even iets uit wegruimen. Want uh, een van de aanleidingen voor deze aflevering was uh, een appje bij ons in de appgroep van de vereniging: waar uh, moet ik naar nou een bikefit en zo, waar, uh, zo ja, waar? En daar kwam de naam van SMA Midden-Nederland nee ja, Midden Sportcentrum, oftewel jouw club, voormalige club, kwam ja. ook langs. Even voor volledige transparantie. Verkoop jij zelf Bikefits, Guido, of hoe zit dat? Nou ja, het is natuurlijk niet meer mijn praktijk. Hè. Nee. Ik werk er nu als sporthas. Het was wel twintig jaar mijn eigen zaak geweest. Maar. Wij ja, verkopen. Wij, wij hebben, een van onze diensten is in ieder geval een bikefit. En die, die, daar ben ik eigenlijk, eh, boah, ik denk wel 10, 15 jaar geleden mee gestart. 15 of zo, ja. Dat was nog in Amerongen. Um, met name omdat we vaak mensen toen tegenkwamen, of die dat was een, toch gewoon tijdens het fietsen gewoon ja, niet lekker zaten. Hè? Klachten kregen daardoor. En in die tijd ja, zijn we daar ook mee gestart. Um, en dat is verder doorontwikkeld En dus wij bieden die bikefit in, uh, in het centrum eigenlijk met name aan voor mensen die echt gewoon klachten hebben. En die ontstaan dan al na een half uur, een uur. En niet na vijf uur fietsen, dat je denkt vijf uur fietsen. Ja, en dan dan, denk, dan oh, heeft iedereen pijn op ja. de fiets. Oh joh, je moet even rechtop zitten, want ik heb wel een beetje last van mijn rug. Ja, ja. 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 Okay, en dat is helder. niet zozeer. Door een foute positie. Helder. Ja. Dus daar is eigenlijk al het eerste en misschien wel Goed het belangrijkste punt. antwoord op de vraag. Eh, bikefit, zinvol of onzin? Voor wie wel en voor wie niet? Als jij dus zegt, na een half uur op jouw fiets zitten, krijg jij pijn? Ja. ja. En, en? En twee, haalden we net al weg. En met zelf wat friemelen aan ja. je zadelhoogte of eventueel je kom stuurpennen, je kom je daar niet van af? Ja. Dan wordt een bikefit zeer aan te raden. Ja, ja weet je, dat is toch een complete check-up. In van ja, hoe, hoe zit iemand in elkaar, ja. Fysiek gezien, dus gewoon een lichamelijk onderzoek. En dan ga je kijken: van hoe is die fiets dan afgesteld? En ja, dan kom je vanaf plaatjes onder je schoenen, helemaal omhoog naar schoenen, zadelhoogte, framele afstand, noem het allemaal maar op. En hoe iemand dan op die fiets zit, en en dan heb je heel veel verschillende uh, factoren waar je aan kunt gaan sleutelen. Hmm. Ja, en dat is vanuit ja. pijn vertrokken. Ja. Is er nou ook een groep atleten in jouw stal of, of, of luisteraars die je het aanraadt vanuit een prestatiedoel? Heeft het ook zin om een bikefitting te doen om slimmer op je fiets te gaan zitten? Ja, kijk, als je prettiger, um, comfortabeler in een bepaalde houding kunt zitten, dan zul je daardoor ook gewoon makkelijker harder gaan. Um, het is ook nog zo dat je. Be, eh, als je een bepaalde positie hard wil gaan, dan zul je ook rekening moeten houden met de, eh, de krachtoverbrenging vanuit je eh, lichaam op de pedalen. Ja, en dan heb je het specifiek als... denk ik over de tijdritfiets, hè, waar je dubbelgevouwen ligt. Daar hadden we het net maar de over. De, voor de maar ook op de koersfiets is dat ook belangrijk. Weet je, daar heb je alleen niet zozeer dat je dan met je armen zo voor je gestrekt zit, wat bij een tijdritfiets, dan zit je, daar gaat, komt ook het aerodynamische gedeelte nog. Uh, daar ga je eigenlijk kijken, wat is nou de beste, um, nou ja, verhouding kun je hebben die en aerodynamisch is en nog comfortabel is, omdat ik ook, nou ja, één uur, twee uur, vier uur lang in die positie moet zitten. Dan kan je wel denken, ja, maar als ik zo ga zitten en dan. Ellebogen zo dicht bij elkaar, helemaal opgefrommeld en diep zit, dan zit ik wel het meest aerodynamisch. Maar ja, dat houdt maar drie minuten vol. Ja, ja precies. Ja, ja, ja dan ja. heeft het, dus je moet daarin het meest, ja, het optimale verdeling ook zoeken. En jij zegt, het kan toch ook wel relevant zijn op een mountainbike of een koersfiets zelfs, om daar die, die, die hoeken in te verbeteren, maar dan toch weer op zoek naar comfort. Nou ja, bij, bij beide. Bij mountainbike zit je wat rechterop. Bij een koersfiets kom je al wat, wat, ga je wat meer verder voorover. Maar de, um, de uittraphoek, waar we het dan over hebben, zeg maar, hoe, hard, hoe je op je pedalen duwt. en hoe ver je dan je knie strekt. en hoe ver je naar boven komt en naar voren komt. dat soort dingen, die zijn wel van belang. Um, als je hard wilt fietsen, mm. Hè, dat heeft te maken met de, de, de manier waarop je dus de kracht van je spieren. Um, vraagt. En, ja, en, en ook, zit dat in bepaalde hoeken. Ja. Ja. Maar dan, uh, want uh, we haalden het uit. Ik, jullie hebben zo'n 3D-systeem volgens mij, hè? Ook Meerdere plakkers, meerdere infraroodcamera's. Ja. En dan krijg ik totaalplaatje. En ja. Onze, ja, dan is de vraag in ieder geval vanuit de wetenschap. Ja, Jeroen Zwart, die zul je ook wel kennen. Die, ja. is uit Afrika, die, heeft, die heeft het een en ander gepubliceerd. En die hamert ja. erop. Ja, ik, uh, ik ken geen referentiewaarden. Of in ieder geval, die zijn niet gepubliceerd uh, in, in wetenschappelijke bladen. Over de 3D-systemen. Dus uh, ik weet, uh, ja, als ik praat over schouderhoeken, heuphoeken vanuit die 3D-systeem en bovendien heb je dan daar heel verschillende van die net even de plakkers anders zetten of de camera's even anders. Ja? Dat hij ja, zegt, ja. ja, ik heb geen idee. Uh, he, ik neem aan dat jullie een set of de, de fabrikant een set referentiewaarde dan heeft verzameld en, en, de, en dat je die gebruikt als uh, om ja. te kijken of iemand verbetering kan hebben door middel van een, een, een bike fit. Ja, ja, kijk als je in een simpele hoek die je makkelijk vaak kunt meten de kniehoek. Mm -hmm. ja, dus hoe ver buigt je knie? Als je als je recht staat met je been gestrekt, is die 180 graden. Um, is, je, is je onderbeen zeg maar gebogen met loodrecht op je bovenbeen, dus, ja, dan heb je 90 graden. Ja. Hè? Dus ja. eigenlijk, als je, de, als je je pedaal helemaal beneden staat op een koersfiets, ja, dan zal jouw hoek van die knie zal een beetje zo tussen de 140, 145 ja. graden zijn. Ja, 180 min uh, 25 tot 35. Ja, ja, ja. Zoals de, de, de Holmes de 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 uh, ja. hoek, hoek. Ja, ja. En dan ga je even een beetje ja. stoeien en, en, en challengen. Want waar kwamen we net al achter? Ja, maar als ik aan het fietsen ben, doet mijn enkel ook nog wat. En Precies. daardoor gaat uh, verschilt ja, de lengte heel, van mijn been. Als je heel veel vanuit je enkel gaat trappen, dus dan gebruik je ook heel veel je kuitspieren. Want anders kun je die enkel niet zo flexie en, en extensie doen. En... Um, dan zou je daardoor ook je hoek van je knie gaan beïnvloeden. Ja. En um, als je dus heel erg met je tenen naar beneden fietst. Dan ben je dus ook geneigd om je zadel heel hoog te zetten. Mm -hmm. Ja. Ja, dan heb je in feite een soort die extra see's. voetlengte aan, aan benen ja, erbij ja. ofzo. Ja. 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 Maar eigenlijk vraag je dan ook weer heel veel van jouw kuitspier. Omdat je in die hoek, je, wilt, je, je zet je tenen naar beneden. Dus je, je kuitspier is aangespannen. En eigenlijk is dat namelijk net iets van die kuitspieren sterk, maar diegene die daarboven zit, die quadriceps en nog meer die beeldspier, die is nog sterker. Dus als je die, zeg maar, als een deel van het werk wat die spieren kunnen doen overlaat aan de kuitspier, denk ik dat je minder kracht in totaal kunt leveren en die kuitspier geeft dan dat zie je ook al eens vaak dan gebeurt dat mensen kuitspierkracht krijgen of kramp. Ja, van het Omdat fietsen. Ja, omdat ze juist daar veel, daar veel kracht uit halen. Ja, 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 ja. En nu begint me wel iets te dagen. Want Jurgen heeft net eerder in de aflevering uitgelegd... dat als je intensiever gaat fietsen, als je harder gaat fietsen... heeft dezezelfde Swartz gemeten dat er dan de bilspier... dat, dat ja. daar het extra vermogen uitkomt. En ja. ik nu eigenlijk leer van jou is wacht even. Dus als je dus die instelling van die fiets goed krijgt... zodat je niet je tenen naar beneden, je hakken omhoog... maar ook de ruimte hebt om die hak te laten zakken... Kuit ontspannen, ja. kan je ook die, die billen harder laten werken? Ja, ja eigenlijk is het niet te veel met je tenen naar beneden, maar eigenlijk proberen met je, met je nou ja, vlak of een klein beetje hellend naar beneden te duwen. Is dat een dus algemene niet. tip qua fietstechniek? Oh. Nou, de algemene zegt, tip. Ja, weer niet, ja. 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 Nee, moet ja. ik nou dadelijk ja. naar buiten en gaan opletten dat ik mijn voet uh, zo lekker horizontaal hou of is het dat dan ook weer niet? Nee, dat ja. hoeft niet. Kijk, als je heel veel kracht levert, is dat wel eigenlijk het, 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 het beste. Ja. Als je heel, nou ja, weinig kracht, dus eigenlijk freewheelen, dan kun je ja. ook wel wat... Ja. wat nee, wat, nee helder. 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 Nee, maar uiteindelijk, ik bedoel, daar hebben we in de aflevering, denk ik, over de traptechniek ook over gehad. Ja, je kan van, op van alles gaan letten, of noem maar op. Maar in eerste instantie werkt dat vaak averechts. Ja, ja. als je te bewust dan... op, die, ja. uh, op die houding gaat letten. Hey, maar Guido, kom je ook wel eens mensen tegen met klachten en dan denk je, ja, die, uh, vanuit de bikefit is er niks aan de hand, zeg maar. Dat zal ook wel eens gebeuren. En dan is ja, want ja. kijk, bikefits zijn natuurlijk heel erg populair geworden in de laatste tien jaar of zo. Ja. He, dat, er zijn ook heel veel meer uh, aanbieders gekomen die dat dan doen. Dus dan worden mensen ook ineens getriggerd van, hé, hey. ja, moet ik ook eens doen. Misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Ja. En maar niet, niet vanuit de, 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 ja. zeg maar de gedachte: ja, ik heb echt de hele tijd last van uh, dove voeten of pijn in mijn kont. Of, ja. Daarvoor niet, maar dan denk ik: ja, iedereen doet het nu. Nee. Misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Ja, ja. En dan als je dat doet, dan denk ik: ja, en dan ga je een bikefit doen. Dan denk ik: ja, maar eigenlijk staat eigenlijk alles prima. Goed. Ja. ja, en dan ja, kom je dus, in die Catch 22, dat vertelde ik aan het begin van de aflevering, want dan heb je dus 250 euro betaald voor, om te horen dat het goed staat. Ja, dat voelt zonde. En andersom, als jij me gaat vertellen dat er van alles mis is en een paar nieuwe onderdelen op mijn fiets, wordt het nog duurder. Nou ja, precies. Weet je, ik, het, ik moet, je moet het eigenlijk niet doen als je denkt, ja, misschien komt er wel wat uit, maar verder heb ik eigenlijk nergens last van. Nee. Als je die insteek hebt, ja, Laat dan, me zie de, dan zie ik niet de noodzaak. Hey. En heb je de insteek van, nou ja, he, ik heb wel wat klachten, of... Ik denk, nou ja, misschien kunnen we nog wel ergens wat procentjes winst halen. in verbetering van positie op ja. prestatiegebied. Hangt ook van je ambitie af. Stel dat ja. je een nieuwe fiets koopt. Hè? Ja. dan eh, ja. moet je tegenwoordig. ja, ja goed. Ja. Dan ook wat, wat ja. afstellingen ook maten, maten doorgeven. doorgeven en uh, ja, dan kan je natuurlijk uh, dat op die manier ook al eerst een bikefit gaan doen. Ja. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld, er zijn sites waar je uh, al gewoon wat je, je maten ja, doorgeeft. Precies. Ja, let op. Dan wat wil op. ik één vraag voorstellen, en dan, want dan wordt deze okay. helemaal logisch. Ja. Nog even één vraag over dat gemillimeter, Guido. Twee weken geleden, we hebben een nieuwe rubriek. Zou je straks ook horen, wat uh, maakt jou sneller als we hardloper en wielrenner dankzij de Slimmer Presteren podcast. En we hadden daar een luister die zei microquitting. Dat is mijn ding. Oh ja. Jullie, oh ja. jij en Jurgen hebben mij uitgelachen over ja, ah, jongen, al dat microwerk. Dat maakt toch niks uit. ...dat kent je lichaam niet. Wil ik even vertalen naar die fiets. Dat ja. millimeter met mijn schoenplaatje ja. of mijn zadelhoogte of mijn hoekje. In hoeverre maken die millimeters uit? Nou, het, soms bij me, Ik heb weet je, soms dan, dan doe je kleine aanpassingen en dan merkt iemand daar niks van. Nee. Maar er zijn ook, denk ik, ja, maar we, we hebben eigenlijk niet heel veel veranderd. Het is misschien 1, 2, 3 millimeter. En toch is het een heel verschil. Dus ja, om dan te zeggen, ja, maakt al, een paar millimeter maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, ja, maar dat vind ik belangrijk. Is, is het centimeterwerk? Want dat snap ik. Soms hè? wel. Grade, hoeken, nee, maar... Centimeter, dat maakt zin. Echt, ik heb wel mensen ook drie centimeter omhoog of omlaag moeten zetten toen ze Ja, dat is niet. Dan denk je, Jezus, dit ja. is goed anders. Ja, maar de andere dingen, ja. Kijk, ook een bikefit, dat is als je die één keer doet, dat wil niet zeggen dat die voor de rest van je leven klaar is. Oh, jammer. Want jij, jouw lichaam, is ook niet elke dag precies net zo mobiel, net zo flexibel. Net, dat is ook gewoon, je hebt gewoon dagen dat je denkt, oh, ik kom. Nu heel fris uit mijn bed. En nu, oh, dan heb ik last van mijn rug. En pff, moet ik dadelijk ook nog op die fiets gaan zitten. Dat verschilt. Weet je, dus die bike fit is niet altijd perfect voor jou. Nee. Dus je kunt ook zelf daar een beetje mee spelen. Hè? Exact. Nee, oké. Okay. Maar die wilde ik even als voorzetje. En nu vertel verder over de websites. Ja, die dat er we allerlei kennen. websites zijn. Grote besparingstip. Ja. hebben we al eerder uh, ja. aangekondigd. En uh, je hebt er wel meer van. Dan geef je ja. eigenlijk een aantal van je maten door. En dan zegt ja. hij, Nou, dan rolt dit eruit. En deze stack en deze REACH. Ja. En uh, dan wat ja. met en eentje daarvan, ja, die kennen we vanuit de ja, niet onze, gesponsord, onze maar de ja, vriend. heuvelrug uh, Triathlon team, UATT. Jaap heeft de bestbikeadvice.com. Ja, bestbikeadvice.com yeah. zetten we ook in de show notes. Uh, sympathieke website, sympathieke gozer. En die hebben inderdaad voor 12,50, geloof ik, <gut> één meting. En voor 17,50 de hele maand. Uh, ik ken hij, Jaap volgens mij, hè? Ja, dat nee. kan goed dat jij hem kent. Uh, kent uh, vrouw? Ja, je ja, kent hem wel. dat een weet ik. Ja, sportarts volgens mij, hè? Um, oh, ja. ja. En, uh, maar dan, dan, en, en hij is er al jaren mee bezig. En hij, hij doet ja, 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 dat echt ja, ja, ja. heel uh, oprecht. En dan word je helemaal begeleid over wat je moet meten. En dan krijg je ja. inderdaad voor uh, een... een, een 10% van de kosten van een professionele bikefit ook een advies over: dit is de maat fiets die je moet kopen, of dit is het frame model wat bij jouw lichaam past, of dit is hoe je hem af moet stellen. En daarom stelde ik net even die vraag over die millimeters. Want als, als we kunnen vaststellen, wat, wat Jurgen in de aflevering ook zei: nou ja, je zit toch iedere dag net iets anders op je fiets. En als jij ook zegt: nou, het is toch hè, op de centimeters maken we de echte winst. Ja, dan kun je natuurlijk ook met een goed gevoel naar zo'n website toe. Hé, hey, maar ik zie hem hier. Ik denk dat ik even meteen kijken. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Nou ja, dat, kijk, dat zijn gewoon vaste modellen. En die werken ook voor heel veel mensen, werken die prima. Ja. Als jij een beetje, zeg maar, in elkaar zit, zoals een gemiddeld iemand met de verhoudingen van romp, binnenbeenlengte, armlengte, dan komt dat echt heel goed uit, altijd. Ja. Ja. En degene die daar buiten vallen. Precies. Ja, die, heb je, die moet je gewoon echt wel gewoon op maat En dat maatvering. zijn natuurlijk ook de kandidaten die waarschijnlijk met pijn rondrijden. Want die passen ook niet op een standaard frame. Precies, precies. Ja, ja, ja. helder. Nou, helder. Nou, mooi ja. tip. Staat in de show notes. Jaap, veel succes met dit plan. Ja. Um, dus, nou, hebben we inmiddels geleerd na, na acht seizoenen afgerond, negende seizoen. Een bike fit, zinvol of onzin, zoals wij graag in de titel zetten. Helaas, zo grofstoffelijk is de wereld niet. Ik denk dat we wel kunnen concluderen... voor heel veel mensen die zonder pijn rondrijden... ga vooral zelf eens even een beetje speulen. Ja. En voel eens of je comfortabeler op je fiets kan gaan zitten of niet. Rij je met pijn binnen het eerste half uur of uur direct? Nou, direct. Nee, maar, en je wil er vanaf? Heel zinvol. En verder? Nou. Nou ja. ja. En je hebt nog wat toevoegingen vaak die we nog doen. Hè, met drukmetingen. Dus... Uh... Ja. Zadeldruk die ja. erbij komt en zo. Dat, dat zijn wel dingen die je. Dus met een video of met een 3D. allemaal niet ziet. Maar ja. daar, als je dus een 3D-meting op het zadel doet. met zo'n matje. dan zie je vaak wel hoe scheef mensen soms zitten. Ja. En ja. dan? Ja, dan kun je dus. Hè, dat, dat moet je achterha achterhalen waar die scheefheid vandaan komt. Dat kan torakaal zijn, hè, dus uit de wervelkolom. dan kan uit het bekken komen. kan er een verschil komen. Dat zijn een aantal zaken die. Um, organisch daaraan ten grondslag kunnen liggen. Um, het kan ook soms zo zijn, wij hebben ook wel gehad... dat het een zadel gewoon niet meer goed is. Hè? Dat het aan één kant gewoon doorzakt omdat het gewoon te zwak is. Ja, Dan ja. moet je gewoon een ander type zadel hebben. Ja, die had ik. Die Hop, weer een ja. zadeltje komen. Ja, ja. <laughs> okay, ja. Nou, nou ik, ik word even heel nieuwsgierig, Guido, want ik weet niet hoe diep jij... Maar ik heb natuurlijk nu die vermogensmeter en die de, links en rechts... Ik zit toch al een paar keer te kijken. En dan geeft hij een uh, wat is het, een balance score. Ja. Ja. Hij en staat verdorie af en toe in de, in de laag in de 40. Oef. 42 procent. En als ik dan op het i'tje klik, dan zegt hij: Dit is een waarde. Hoeveel procent van de kracht geleverd wordt door jouw rechterbeen. Ja. Kortom, die data zegt: 58 procent links, 42 ja. rechts. Ben ben ja, jij dat ook is veel. Ben je dat dat de... is veel toch? Dat ja. lijkt me zo scheef. Ja, als wat. ja. Weet je, je moet even. Je moet, je moet, ik, ik hou een beetje aan. En, maar dat, dan moet je wel kijken wanneer dat gemeten is, of dat bij een, uh, een rustig interval gemeten is, of bij echt gewoon heel hard trappen. Uh, want in mijn ervaring meest, is dat als je rustig rijdt met, met minder vermogen, dan zie je vaker schommelingen links-rechts komen. Dan dat je, als je echt hard gaat rijden, zie je vaker dat komt dat veel dichter bij elkaar en dan trap je bijna evenveel links en rechts. Oh. En als het binnen de 45, 55, 55, 45 ja. zit. Hoef je niet, zo, uh, niet zoveel doen. zorgen te maken? Ja. Oké. Okay, okay. Nee, daarom was ik even alert op Ze zeggen: hé, hey, je kan ook gewoon scheef op je fiets zitten. Ja. En, uh, maar ben jij een linkspoot? Bedoel, nee, wat uh, ik heb, dat heb ik volgens mij wel vaker uh, uh, genoemd. Ik heb uh, tussen mijn 17e en mijn 22e een aantal keer klachten aan mijn rechterknie ah, gehad, een aantal okay. keer in het gips gezeten. Dus ik heb uh, chronische atrofie, zo maar zeggen. Dus mijn linker bovenbeen, ja, ik kan het optisch ja. ook nog wel zien, is gewoon dikker en sterker dan mijn rechterbeen. Dus ja. ik denk dat ik dat ook terug zie in die data. Maar en nou, eiwitten eten, maar dat laten we volgende week maar eens bespreken. Ja. Dan Moet dan je dan dat, alleen maar voor ja. dat ene been eten? Ja, dan, hè? Alleen rechts al ja. eiwitten. Ja. 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 Heel goed. Hey, laten we hem afronden. Uh, uh, we zien iedereen uh, graag uh, op de 30 maart. Tijdrit Almere, met een goed afgestelde fiets of tijdritfiets samen met Jochem, Jochem uitdagen en alle, alle anderen. Ga je ook mee, Guido? Is het niet leuk voor jou een keer tijdritje? <laughs> ja. nou, denk daar maar over na, buiten Duits. <laughs> voor de mensen ja. die uh, nog geen vriend van de show zijn, word snel vriend van de show. Kom in onze Strava Club en meld je aan uh, voor dit uh, uh, luisteraarsevenement. Wordt hartstikke gezellig en uh, misschien kun je er nog bij zijn. Als je nou nog vragen hebt, opmerkingen of je hebt ons... Echt, je hebt je kapot zitten ergeren aan wat wij hier hebben zitten vertellen over bike fitting. Dan uh, zijn er een aantal manieren waarop je ons kan bereiken. Op social media kan je ons de maat nemen. <laughs> LinkedIn, slimmer posteren en op uh, #slimmerpodcast op Instagram. Ga ze vooral uh, als je het wel leuk vond even volgen, zodat je iedere week meteen weet waar de aflevering van die week over gaat. Dan kom je ook achter als je naar onze website gaat www.slimmerpodcast.nl. Krijg je zo'n pop-up? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief. Doe dat, want dan ben je als eerste op de hoogte met uh, ontwikkelingen. Rond Rondom 19 oktober, de 200ste. De Uilentorenloop, de tijdrit Almere en alle leuke dingen die we samen doen. En uh, je mag ons ook mailen, zoals uh, diverse. Oh, nee, deze aflevering deed niemand dat. Maar uh, via post slimmerpodcast.nl. Kan soms even duren voordat je antwoord krijgt. Maar we lezen ze allemaal en we komen uiteindelijk vanzelf bij je terug. Tot zover. Uh, ja, eiwitten. Best wel interessant. Er is nieuws, hè? Dat is zeker nieuws. Dan moeten we het volgende week maar eens over hebben. Guido, Lekker. tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, doei. Hé, hey, wat leuk dat je nog steeds luistert. Helemaal op het einde van deze aflevering krijg je, zoals je inmiddels van ons gewend bent, een luistertip. Een verwijzing naar een aflevering uit, naar in ons rijke archief van meer dan 168 afleveringen Slimmer Presteren Podcast. Waar je nog eens even verder de diepte in kan. Jurgen, we hebben het gehad over de Bikefit. Mm -hmm. Hoe. Kunnen wieler, wielerliefhebbers verder op dit onderwerp? Ja, die gaan natuurlijk afvragen: en hoe zit het dan eigenlijk met mijn cadans? En moet ik op een bepaalde manier trappen? Nou, dan zou ik zeggen: luisteren naar aflevering 139. Ik denk dat dat een goede aanvulling is op wat we net besproken hebben. Ja, de vraag: zit er dans in jouw cadans? En wat is zinvol en onzin rondom cadanstraining? Hoor je in aflevering 139. MUZIEK